Jongens, knoop dit goed in je oren. Begin nooit, nooit, nooit een relatie. Hè? Alle vrouwen zijn kuthoeren. Een romance, zoals dat zo mooi heet. Een romantische komedie over broederliefde. Het gaat over twee broers. Die hebben gezworen dat ze nooit een meisje voor hun broederschap en vriendschap zouden laten gaan. En dat gaat eigenlijk allemaal precies zoals ze willen, een leventje. Totdat ze verliefd worden op een en dezelfde vrouw. Hallo? Ik ben Tim Aars, ik speel Max. Nou, dit is de videotheek. Je weet Max. Max woont boven de videotheek. Dus dat is eigenlijk een beetje zijn leven. Tim gaat zo door een kastje heen flikkeren. Wordt leuk. Ik kom bij de videotheek om dvd's terug te brengen. En dan komt er een overvaller, een of andere drugsgast. Maar ik red haar natuurlijk. Super romantisch. Dat zal ik trekken! Wat? Is dit alles? Is dit alles? Normaal, man. Ik ben Sylvia Hoeks. Ik speel de rol van Anna in de film. En ik ben de love interest van Daniel Arends en Tim Haars. Rambo deel 1? Ja. Is ook mijn favoriete film. Wat? Echt niet? Beste film ooit. Zo fucking slecht. We just wanted something to eat. They drew first blood, not me. Ik durf niet zelf. We gaan nu de discotheekscène opnemen. Chicks regelen. Het komt allemaal goed, joh. Ze is het niet waard. Hey, gaat het wel? Wat is er met hem aan de hand? Zijn vriendin heeft het net uitgemaakt. Nee. En op onze verjaardag nog wel. Mijn naam is Daniel Arends en ik speel de rol van Jules, de broer van Max. Moet je ook zo zien? Je moet ook zo zien. Ik ook. Maar ik heb gelukkig altijd de knappe. Fuck die relatieshit. Wat nou fuck die relatieshit? Fuck jullie met jullie gaye afspraken, joh. Er is niks mis met een relatie. Het enige wat je moet doen, je moet gewoon zorgen dat je bitch onder controle hebt. Dat is het enige. Control your bitch. Ik ben Henry van Loon. En ik speel in de film, speel ik René. Geef me een attribuut en dan verzin ik daar iets mee. Klaar, jongen. Bam, bam, bam. Maak anders ook nog even wat Long Island Iced Teas, faggot. En neem er zelf ook een. Nee, René, drink niet. Dan weten we allemaal wat er gebeurt. Toch, Drefje? Ik ben Jennifer Hofman en ik speel de rol van Suzanne. Zoals je ziet, prachtig haar. René is mijn vriend en die zit een beetje bij mij onder de plak. In het echt is René ook mijn vriend. Maar dan Henry. Ja, het is best wel gaaf. Je leert elkaar op een hele andere manier kennen. Heel professioneel ga je met elkaar om. Thuis ben je toch heel erg met z'n tweeën. Op privé manier bezig. En om de set... Het is echt professioneel. Toch op een professionele manier met elkaar bezig. En dat maakt het ook wel weer leuk. Gefeliciteerd. Zijn de japjam. Fucking vet, stripclub. Waarom heb je geen broek aan? Ik ben Birgit Schuurman en ik speel de rol van Mercedes, de stripper. En vandaag hebben we een scène hier in Japju. Proost voor house. We zijn bij draaidag, weet ik veel. En we filmen de plek waar de autisten wonen, waar Anna begeleider is. En vandaag filmen we een repetitie van een toneelstuk die een beetje de hand loopt. Nee! Hoi hoi, ik ben Huub Smit en ik speel Jordi. Het is eigenlijk een hele lieve, zachtaardige jongen, maar als hij zijn porno niet krijgt, dan wordt hij wild. Ik ben
ben de beveiliger. Dus als een situatie onveilig is, dan ga ik erop af. En dan word ik teruggefloten door de leiding. En daar baal ik een beetje van. Ik ben het soort acteurs die gewoon tijd heeft voor zijn fans om een handtekening te geven. En zo kan het ook, Barry Atsma.